hele volkswoon, maar dan heb je ook wat, hè? Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Stephanie en vandaag heb ik een sushi mukbang. Lekker. Ja, ik heb daar zin in. Ik had gisteren sushi besteld en ik heb echt de helft over. Dus ik dacht, waarom niet gewoon gelijk een mukbang opnemen? Het was de bedoeling dat ik het gisteren ging opnemen, maar toen was dus mijn moeder ineens op vervroegd thuis en toen wou ze mee eten. Oh god, nou wordt het dus fucking open, hè? Ik zit nu dus op mijn kamer. En deze sushi trouwens, dit is Red Passion Roll. Dat is echt heerlijk. Er staat met rode mango of zo, maar ik zie absoluut geen mango. Echt heerlijk. Ik heb ook zeewiersalade. Niet ik ook heel van. Ik heb trouwens ook wat drinken en zo. Ik heb hier allemaal al je uitslag. Als je het kan zien op de camera hoor. Ik kan niet zo goed tegen ineens heel erg hitte. En ik heb hier letterlijk mijn kamer verbouwd net om deze video te kunnen opnemen. Om het vervolgens allemaal weer terug te verbouwen, omdat het niet werkte. En daar kan ik dus niet tegen. Dus dan krijg ik uitslag. En dat heb ik nu. Ik heb dus helemaal geen idee waarover ik wil gaan praten. Voordat ik het dadelijk alles hier heb geïnstalleerd, ben ik echt al een half uur verder. Maar goed. Sushi is mijn favoriete eten. Dus ik denk dat we daar maar gewoon over gaan praten. Ik ben echt niet goed in praten. Gewoon echt niet. Kan ik dit hier neerzetten? Ja. Ja, ik heb gewoon echt geen onderwerp om over te praten. Natuurlijk ben ik dus de Nederlandse content die nieuw op mijn kanaal is. Als het goed is, staat de video al online over de update. Dat ik dus nu twee kanalen heb. Maar ja, ik heb dus gewoon geen idee hoe dit ga aanpakken. Maar dat komt wel goed op zich, denk ik, hoop ik. Even kijken. Ik pak denk ik eerst even later een stukje gember. Want ik eet dus echt sushi met alles. Ik eet wasabi, ik eet gember, ik eet zeewiersalade en ik krijg nou alweer niet die wasabi open omdat ik stress heb natuurlijk. Ik zit ook gewoon te trillen, hè. Niet omdat ik het spannend vind, maar gewoon omdat ik hier echt de hele kamer heb verbouwd en vervolgens weer terug moet plaatsen. Ik hoop niet dat ik een groot stuk vat, want ik heb alle kleine stukjes heb ik gisteren uitgejat. Oké, klein genoeg. Nee, het valt in mijn sojasaus. Dat is toch wel lekker. Maar goed. Ik heb dus eigenlijk absoluut geen onderwerpen waar ik over wil gaan praten in deze video. Natuurlijk heb ik het feit dat ik ga switchen naar Nederlands en Engels kanaal. Ik heb nog een poosje over nagedacht om gewoon twee video's per week te plaatsen op één kanaal. Dus gewoon op Stephanie's Live. Maar dat ging niet werken. Zeewiersalade is zo lekker. Er zijn dus ook gewoon mensen die het niet lusten. En ik snap waarom. Het is een beetje een zeeig. Maar ik vind het zo lekker. Dus niet veel wat ik niet lust in ieder geval. Maar goed, ik zou dus eigenlijk twee video's op één kanaal gaan plaatsen in een week. En achteraf dacht ik van nee, dat gaat hem niet worden. Want dat ik ben al slecht in uploaden. Hallo. Ik ben al slecht in uploaden. En als ik dan ook nog twee video's moet gaan uploaden, dat gaat gewoon niet werken. Dus uiteindelijk denk ik van ja, daar ga ik wat zeker naar doen. Ik zie nog wel hoe ik het doe. Maar goed. Ik doe hier dus een tonijn sushi met wasabi en zeewiersalade. Echt, ik heb die combo gisteren ben ik achtergekomen. Het is zo lekker. Dat is echt lekker. Als je niet kan tegen, zeg maar, als je niet tegen kan, dat ik hier praat met volle mond, kun je beter de video afzetten. Want ik kan niet praten en eten tegelijk. Tenminste, dat kan wel. Maar dan heb ik het dus ook in mijn mond. Ik heb hier cola. Ik heb eigenlijk gezegd dat ik geen cola meer ging drinken. Omdat het dus eigenlijk niet zo goed is voor je. Maar ja, dit hier alles wat ik nou in één keer ga opvreden, is eigenlijk ook niet goed voor me. Dit is mijn lunch trouwens. Dus ik heb toch echt even het bakje nodig, zodat ik het hier neer in kan zetten. Want dit gaat zo niet werken. Nee, ik pak ook een komkommer. Ik heb hier sushi van Sushi Eat. Mijn favoriete tentje hier. De andere is simpel en die is niet te vreten. Ik ben daar ziek van geworden, dus dat doen we maar nooit meer. Dit is dus de Sushi 28 box. En dan zeewiersalade
En dan de Red Passion Roll. En de Red Passion Roll is een beetje duur. Oh, nice. Hij is een beetje duur. Wacht, ik... Gaat zo soep. Hij is 8 euro voor 4 stukjes. Maar hij is wel echt zo goddelijk. Dat is echt niet normaal. Hij is met gefrituurde garnaal. Dat is echt heel lekker. Sowieso, ik ben een sushi fanaat. Ik zou elke dag sushi kunnen eten voor 3 maaltijden. Echt, je mag mee wakker maken en alles. Het is zo lekker. Ik ben wel bang dat het een hele lange video gaat worden. Maar goed. Leuk voor content, denk ik dan. Ik ben echt niet zo fan van makis eigenlijk. Ja, ik weet niet. Het is heel lekker. Maar ik ben toch wel echt van de rolls en zo. Ik weet niet. Ik doe trouwens pittig veel wasabi altijd op. En ik doe ook echt heel veel sojasaus. En ik heb dus echt geen probleem met wasabi en zo. Ik eet ook echt gewoon zo op. Het kan wel dat ik dan een keer zo'n kick heb van wasabi. Maar ja, dat hoort erbij. Hè? Of wasabi. Dan krijg ik het natuurlijk weer. Het is mierikswortel. Nou, weet ik. Wasabi vind ik leuker. Als je deze video aan het kijken bent, gewoon. Als jullie deze video aan het kijken zijn. Zijn jullie ook aan het eten? Want ik ben best wel benieuwd wat jullie aan het eten zijn. Let me know in de comments. Waarschijnlijk gaat niemand commenten. Maar. I ask, toch? Ja, normaal gesproken ben ik niet echt van het eten op camera en zo. En de hele reutemeteut qua... die. Dit is een... weet niet, rol. Krabsalade, denk ik. Gok ik. Ik weet niet, ik hou gewoon niet zo van het eten op camera. Vraag me niet waarom. Ik ben sowieso... Eten waar anderen erbij zijn, vind ik ook gewoon niet fijn. Nou is natuurlijk, nou ben ik alleen. Maar ik weet dat er zijn mensen gaan het kijken. Er zijn ook natuurlijk mensen die het niet leuk gaan vinden. Hij viel bijna op mijn stokje. Natuurlijk, iedereen gaat het hard krijgen en zo. Nou, boeit dat mij niet meer. Ik laat ook vooral eigenlijk alle haatcomments staan. Behalve als ze echt heel heftig gaan. Dan wil ik ze nog wel eens verwijderen. Maar eigenlijk doe ik het nooit meer. Tenzij het echt van ik hoop dat je sterft en zo is. Dat soort dingen. Dan wil ik het nog wel eens verwijderen. Maar eigenlijk is mijn motto... Nou, motto niet echt. Maar ik ben gewoon... Ja, wat boeit mij die haat, zeg maar. Dat, ja, het boeit mij dus echt niet meer. Ik ben natuurlijk wel, ik weet niet of je het weet, maar ik ben gepest geweest. En op mijn vorige school nog steeds. Zo, nog steeds. Door mensen van 18. En, nou ja, het boeit mij vrij weinig. Tegenwoordig. Ik ben, ik heb wel een hele lange tijd gehad. Dat me wel boeide. Maar... Mensen gaan toch wel haten. Je doet er niks tegen. Dus ja. Ik denk dan ja. Laat gaan. Het is natuurlijk niet fijn om haatreacties te krijgen, maar ja. Vroeger boeide het me wel echt. Maar ik ben... Oh, ik laat weer die sushi... Oh, het gaat weer heerlijk vandaag. Wat wou ik zeggen? Ik ben nou wel op het stadium aangekomen dat ik denk van ja, wat boeit het me? Zoals ik al zei, vroeger boeide het me heel erg. Als klein meisje, dan boeide het me nog wel wat anderen van me zeiden, maar nu echt niet. Maar ik denk dat het ook wel
hoort bij het volwassen worden. Ik dacht altijd dat ik heel vroeg in de puberteit ging. Eigenlijk vanaf het moment dat ik ongesteld werd. Toen was ik 11. Maar ik ben toch wel tot de beseffing gekomen dat ik eigenlijk nog steeds een beetje in de puberteit. Ik denk dat ik er nou een beetje uitkom. Maar het laatste jaar ben ik zoveel veranderd in gedachtes en omgang en in mijn manieren of zo, ik weet niet. Ik merk gewoon dat er heel veel, mijn meningen zo zijn ook heel anders dan van een jaar geleden. En om mensen te delen, ik heb daar geen moeite mee, echt niet. Anderen misschien wel. Normaal gesproken zou ik al lang heel veel eruit hebben geknipt. Waarschijnlijk zou ik dit wat ik nou net gezegd heb ook eruit hebben geknipt. Maar ik denk echt zo van ja, who cares? Als er nou mensen zijn die mij kennen, die mij niet mogen, die dat zien, of mijn moeder zelfs, hi mama. Die denken van, wat doet zij met haar leven? Waarom zou ze dat online gooien? Ja, ik vind het eigenlijk best wel belangrijk om zoiets online te zetten. Want, of hem wel bespreekbaar te maken. Ah, nee. Ik weet niet. Ik heb daar geen moeite mee, echt niet. Maar goed, ander onderwerp. Deze sushi is zelfs nog van gisteren echt heerlijk. Hij is natuurlijk wel koud, want hij heeft een koelkast gelegen. Of course. Zo. Ik ben niet zo vies dat ik hem nog laat staan, jongens. Echt niet. Maar ja. Ik wou dus heel graag adventkalenders gaan unboxen. Maar weet je wat het ding is? Ik ben werkloos nog. De reden daarvoor is, ik moest van school switchen, omdat ik heel erg gepest word. Dat zeg maar. En dat is niet goed voor de klas en zo, want ik baffel me af en dat soort dingen. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, rot lekker op, ik ga maar naar de school. Maar ja, nou heb ik dus de mogelijkheid gekregen om binnen 4 jaar 2 opleidingen te krijgen waar je eigenlijk 7,5 jaar voor nodig zou hebben. Dus dat ga ik doen. Dus ik ben al van klas geswitcht. Of van opleiding ben ik geswitcht. Maar ja, ik ga dus pas vanaf de tweede periode naar school. Vanaf november dus. Maar ik heb mijn rooster dus nog niet. Dus ik wil eigenlijk afwachten tot ik mijn rooster heb. En dan kan ik een baantje gaan zoeken. Aangezien, ik kan wel heel leuk voor nu voor een paar dagen zeggen van ja, ik kan dan en dan en dan. En dan heb ik vanaf volgende week heb ik ineens mijn rooster. Dan kan ik ineens maar 1 dag of zo in de week. Snap je? Want natuurlijk stage komt er ook weer aan. Voor als jullie het niet wisten. Ik deed altijd de opleiding verpleegkunde. Ik zou maar met mijn 3e leerjaar gaan. Ik heb dus leerjaar 2 afgerond. Even kijken. Dus dan zou ik van school switchen. Of gewoon van locatie. Gewoon dezelfde school in een andere locatie. En dan zou ik in leerjaar 2 moeten instromen. En dat zou ik gewoon niet willen. Dus dan heb ik gezegd, nou dan kun je een 3e leerjaar van verzorging IG starten. Heb je 2 jaar, heb je diploma en dan kun je daarna nog versneld verpleegkunde doen. Ook 2 jaar. En eigenlijk, als ik verzorgend IG en verpleegkundige zou doen, zou ik 7,5 jaar verder zijn. 7,5, 8 jaar, zoiets. Dus ik dacht, perfect. Ik zou doen. Ja. Ik weet niet of er mensen zijn die mij al langer volgen. Of die mij, zeg maar, kennen.
Maar ik wil heel graag chirurg worden. Tenminste, dat was ooit mijn doel. En nu weet ik het niet zo heel goed. Omdat ik toch wel struggles heb met school. Niet qua school, gewoon qua leren en zo. Maar het idee dat ik nog 18 jaar op school ga zitten. Ik ben nu 18, hè. Dat is dus gewoon het dubbele van wat ik nu ben. Dat is, ja... Ik zou 36 zijn als ik eindelijk van school afkwam. Ik weet niet. En dan zit ik te denken van misschien is vrachtwagenchauffeur ook nog wel wat voor mij. Vind ik echt wel leuk. Maar ja, dan moet ik dus eerst mijn eigen rijbewijs hebben. Die heb ik nog niet eens. Die is echt heel lekker. Met avocado er ons op. En ik hou van avocado. En ik echt, dat meen ik echt, dat is echt. Oh, als je mij een veggie box zou geven met alleen maar, hoe heet het? Avocado. Love it. Ik ben ook helemaal van de Eby-roll met avocado en de California met kijver avocado. En, oh, en de zalm en ook, oh, ik vind dat heerlijk. Ja. Maar ik denk toch wel mijn favoriet met garnaal iets. Dat is niet waar. Dat is mijn favoriet. Maar ja. Wat is jullie favoriete sushi? Laat het in de comments. Ik ben benieuwd. Ik kijk zelf ook altijd wel mukbangs. Als ik zeg maar aan het eten ben. Ja, dan kijk ik ook mukbangs. Vooral die van Christina K. en van Rebecca Denise en zo. Ik vind het wel echt leuk, hè. Vooral sushi met bangs natuurlijk. Want ja, favoriete eten is sushi. Kan ik echt niet zonder. Maar ik eet het niet zo heel vaak. Het is gewoon tamelijk duur. Ik heb voor die sushi 28 box. Het zijn 44 stukjes. Betaal je 28 euro voor. De. Dat valt nog wel echt mee. Ik vind het niet zo van maki. Het is rijden van 6x4, dus dat is wel veel. Het zijn 18 maki stukjes, ja. Nee, 24 maki stukjes, sorry. Snap je? Dat is echt, echt veel. Maar ja. Ik moet niet gaan zeuren. Ja. Oh, ik ga even. Ik ben helemaal in de YouTube spirit nou, hè. Ik ben helemaal aan het plannen. En sowieso mijn leven ben ik een beetje aan het veranderen nou. Door puberteit. Nee, grapje. Ik ben een beetje gewoon meer volwassen geworden. Vroeger had ik echt zo'n hekel aan plannen. Echt. Ik kon het niet. En elke keer probeer ik het nieuw. Ik vind een agenda kopen. Ik heb zelfs bullet journal geprobeerd. Dat is helemaal niet voor mij. Maar elke keer stopte ik ermee. Dus. Dat is wel veel wasabi, hè. Ah joh. Jammer. Dan. Nee, elke keer stopte ik ermee en nu ben ik toch eindelijk al tot de conclusie dat het toch best wel fijn is. En kan helpen. Dus ja, wat doe je dan? Ik heb nou motion, ik heb nou niet via een agenda. Oh mijn god, mijn stokje werkt zo niet mee. Ik heb dus voor de eerste keer lange tijd een nagels. Dus dan, ja. Maar, ik heb nou dus Notion. Van die templates. Dat kan ik dus echt absoluut niet zelf, hè, via Notion en planner maken. Dus ik gebruik allemaal plannen, templates gewoon. Ik ben blij dat dat wasabi stukje, dat het niet ineens een heel heftig stukje was. Want dan zat het nou echt mijn mond in de fik. Zo. Ja. Ik zit er denk ik wel kan nemen nou. Het is allemaal zo lekker. Maar ja, ik moet natuurlijk ook niet te lang filmen. Ik ben al 22 minuten hierover aan het doen.
Oh, ik heb mijn gem helemaal vergeten. Heb ik er net zin in? Zo. Zo, hoor je dat? Vroeger, ik had Sofie te kijken van... Waar staat het nu hier? En dan kan ik mezelf aankijken en dan kijk ik lekker naar de gem. Dan vergeet ik hem niet. Als je ooit video kijkt van... Zo. De mukbangs kijk van Christina K. Gewoon Christina dus. Dan weet je dat zij vroeger ook geen gember lustte. Dat had ik ook. Ik vond het ook heel mijn zeep maken. En toen ben ik dus elke keer als ik sushi at, zei ik van... Stephanie doorblikkelen, bikkelen, gewoon gaan eten. En dat ben ik dus gaan doen. Ik heb trouwens kikkerman soja. Dat ben ik dus gaan doen. En op een gegeven moment vond ik het steeds lekkerder. En nu kan ik niet meer zonder. De volgende keer dat ik sushi ga eten is trouwens volgende maand. Ik ga naar een restaurant. Het is een all you can eat restaurant. Nou, all you can eat wok restaurant. In Rosmalen. Iedereen kent hem misschien wel. Waarvoor Rosmalen. Met hem. Daar hebben ze goede AB-rolls, jongen. Oh. Hun gember valt tegen. Hun zeewiersalade is echt top. Dat is echt niet normaal hoe lekker die is. Oh, ik laat er echt al de hele tijd alles vallen. Echt, daar kan ik zo niet tegen. Ik pak ze een keer een stukje zonder wasabi. Ik kan nou al niet wachten om erheen te gaan. Hè? Nou, goeie toeje. Ik heb van deze achterste nog helemaal geen gehad. Dat komt wat dan mijn favoriet is van dit bakje. Dat vind ik dan vind ik stom. Om dat te gaan eten. Het is gebakken garnaal. Gefrituurde garnaal, weet ik veel. Dat is mijn favoriet van het bakje. Mijn echt favoriet is natuurlijk de Red Passion. Die heb ik dus gisteren het eerst op. En ik ga mezelf nu naaien. Maar ik heb dus bij mijn bestelling heb ik te veel gekregen. Ik weet niet waarom. Maar ze hebben meer erin gedaan dan wat ik kreeg. En ik kwam er pas achter thuis. Dus ik ging niet een half uur terugrijden, zeg maar. Dus ik heb gebeld. Zei, ja, hou maar. Dus ja, ik heb het gehouden natuurlijk. Er zat die Red Passion erin en die was echt heerlijk. En een handrol. Ik zat het te eten, ik proefde alleen maar rijst. Ik dacht, hè? Maar ik moest de kick nog krijgen. Hebben jullie ook altijd dat jullie sushi eten met sojasaus? Ik eet geen sushi met sojasaus. Ik eet sojasaus met sushi, zeg maar. Zoveel sojasaus gebruik ik. Dus. Hoe heet het? Ik heb die avond heb ik super veel dorst. Hebben jullie dat ook? Echt, ik kan echt. Ik pak dan melk, want melk is zo lekker als je dorst hebt. Ik kan al 3 glazen leeg drinken. Ja. Dat doe ik niet meer om. Dat is trouwens mijn ontbijt en lunch. Ik ben gewoon vroeg wakker geweest, maar ik wist dat het veel was. Dus ik dacht, ik kan dit niet als ontbijt doen. Dit is veel te vroeg voor mijn ontbijt. Dus ik heb vanochtend geen ontbijt gehad. En ik ben gewoon... Ik ga wachten tot lunch. En het is nu... 2:05. Dus... Hè? Oeh. Had ik hier al... Nee.
dan kon ik meer op, dacht ik. Smart thinking. Zo echt lekker. Ik ben wel echt vol te raken nu. Maar, ik ga het niet weggooien. En een derde dag kan al helemaal niet. Dus eet gewoon even lekker door. En dan maar die stukjes nog, denk ik. Dit is zo groot. Is het één stuk? Dat kan nooit. Dit is één stuk. Oké. Dat wordt eigenlijk heel charmant. Die pakken we als laatste. Oh mijn god. Ik doe nu pas mijn sushi dance. Maar gesproken heb ik al lang mijn sushi dance gedaan. Toen mijn eerste hap al. Dus zo. Maar normaal gesproken eet ik geen twee dagen achter qua sushi. Dan bestel ik een doos. En dan heb ik het de ene avond op. En dat kan ik eigenlijk weer. Ik ben minder gaan eten. Dus dat lukt mij niet meer. En de tijd dat ik dan sushi eet. Eén keer in het half jaar of zo. En dan heb ik dus schudden een tandje. En dan denk ik, oh, zo lang geleden. Is weer zo lekker. En dan, ja. Maar ja. Dat is een heel raar stukje. Ik ben een half uur aan het opfilmen. Aan het filmen. Dat was een kamp. Zo! Een combinatie. Dat is een combinatie tussen filmen en opnemen. Ik ben echt bang hiervoor, joh. Ja. Oh jongens, zie dit. Kijk hoe groot hij is. Hij lijkt echt niet zo groot, maar hij is echt heel groot. Het wordt cheesehead. Sorry. Oké, dat is misschien een beetje heel veel wasabi. Ik zal dat stukje maar terug doen. Oké. Lekker aan de soja druipen. En. Oké. Wish me luck. Als het op de grond valt, ga ik echt huilen. Dan ga ik... Die combinatie tussen de tonijn, de avocado, de rijst en de garnaal is zo lekker. Dat is echt niet normaal. Ik zeg al de hele tijd dat het lekker is en dat het niet normaal is, hè? Maar goed, ik moet wel een beetje opschieten, want het is al 2:30 dus. Dit zijn dus vis-eitjes. Hoe heet het ook weer? Weet ik veel. Dat is zo lekker. En het knapt zo lekker. Oeh, die is lekker. Die knapt zo lekker in je mond. Ik weet niet of ik het kan horen. Wacht, ik heb hier een microfoon. Wacht, hè. Snap je? Ja. Nou, nog een beetje zeewiersalade. En then I call it quits. Dat was weer een lekkere lunch. Lekker een beetje voor ons aan lopen kletsen. Maar ja, that's me. Is natuurlijk heel onwennig voor mij. Om in het Nederlands te praten en zo. Maar, als het moet de eerste keer zijn, alles went. Nou, het is op. Ik ga het aan de kant zetten, anders is het zo hommelig. Ik heb lekker gegeten. Weer die gember vergeten. Daar rijmt. Ja, nee, echt. Nou. Daar hou ik echt niet goed van. Want ik weet gewoon dat als ik dit nu niet opeet, dat het eigenlijk in de prullenbak ligt.
En ik vind gember gewoon echt heel lekker. Ik vind het heel sunt en ik eet ook echt alleen maar in de sushi. Of in mijn thee. Gemberthee. Dat vind ik ook nog wel eens lekker. Maar goed. Nou is alles op. Nou kan ik niet zeggen van, oh, ik ben dat vergeten. Nee. Die wasabi, dat gaat weg. Dat gebruik ik niet meer. Dat staat eigenlijk in de koelkast en dat gaat schimmen, want dat gebruikt niemand. Wij eten wel echt heet. Maar dan gebruik ik wat sambal en chilipeper en zo. Maar goed, het was gezellig. Ik heb ervan genoten. Het is even iets nieuws voor mij. Maar I will figure it out, you know? Oh, dat was er Engels. Dat was niet de bedoeling. Nee, grapje. Ik kan wel een beetje Engels. Maar ik ga niet weer volledige video's op dit kanaal plaatsen. Linkje naar mijn Engelse kanaal zit in de beschrijving. Vergeet me daar nog niet te volgen. En vergeet me hier ook niet te volgen, zeker. Dat gaat eruit. Tenminste, ik ga mezelf even mute daarbij. Maar dat was een boertje. Dat ga ik niet nog een keer doen. Dat komt door de cola. Goed. Doe een blauw duimpje omhoog als je video leuk vindt. Als je het niet leuk vond, doe dat dan nog steeds. ATG, what the fuck? Maakt niet uit. Ik vind dat zo leuk hoe hun... Nou, daar blijf ik doorlullen, hè. Maar ik vond dat zo leuk hoe hun altijd hun YouTube-kanaal, hun video's afsloten. Echt zo. Doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye, zo deden we dat. Maar goed, vond ik heel leuk. Dus dat ga ik misschien overnemen. Ik zie het nog wel. Het is gewoon even allemaal proberen hoe ik mijn video's ga openen en sluiten. En ja. Anyway. Nogmaals. Nou ga ik hem wel afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken in deze video. Als je het leuk vond, duimpje omhoog en abonneren. Een belletje aantikken. Zodat je een video... Huh? Nee. Zodat je een melding krijgt van de video als er een nieuwe video online staat. Abonneer dus op mijn tweede kanaal. Mijn Engelse kanaal. Chefanie's Life 2. En vogel. Dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.